10 dagen hebben we ons hier in Rotterdam ondergedompeld in alle soorten films uit werkelijk alle landen. En waren we aanwezig bij workshops, optredens en speciale vertoningen. En dat heeft onder andere het volgende opgeleverd. Waarom heb je deze film uitgekozen? Vooral vanwege de lengte. Het lijkt me namelijk een ontzettende uitdaging om de hele rit uit te zitten. Ik ben wel nieuwsgierig. Ja, en ik heb er niet op gelet eigenlijk op de lengte. Dat doe ik nooit. Het thema spreekt mij heel erg aan. Het schrok me wel een beetje af dat die 5,5 uur duurt. Hoe gaat u die uitzitten? Ja, op een stoel. En hoe heb je je nu voorbereid? Heb je iets speciaals meegenomen? Ja, ik heb iets te drinken meegenomen. Ik heb zeg maar pakjes appelsap gekocht. Dat is het leuke van het festival. Dan moet je dit soort dingen ook gewoon proberen. En water en popcorn en koekjes en dropjes. Dus volgens mij houdt ons dat wel op de been. This is no young offender's turn now. You have to behave, because I will kill you. I hope that it's not a film which has got a lot of cliches, and if they are cliches, they're bent in some way, that's what my aspiration is. But I don't really care, to be honest. It's about telling the story within you don't the care about cliches. Well, I don't think that I'm doing them, but I don't want to spend my energy thinking about whether it's a cliche or not. I think I want to spend my energy about thinking about whether it's good or not. And a lot of cliches are cliches that because they're good, so we have a shower scene, but thank God he's not molested, at least not. Well, he's attacked. Yes. He's but attacked, but not molested. But within the limited palette of it, particularly something like a genre of a prison where it's very, very enclosed, you're going to have some washing, and you're going to have eating. You're going to. It's what they do. It's all they do. Have. Well, 23 hours a day in a cell. There's not much else to do. Wat kan je het beste eten als je opgesloten zit in een grot? Wat doe je als je kleren kapot zijn? En hoe verdedig je jezelf tegen die verrekte mutanten? Dan volg je hier in Rotterdam de workshop How to Survive. Que su sangre y su carne nos pueden ayudar a seguir vivos. No podemos matarla para comernos. ¿Te has tarado? Tarado ni hostias. Tú misma no paras de dar por culo con ello. O comemos o nos morimos. Om te overleven moet je niet alleen vandaag vlees hebben, moet je ook morgen vlees hebben en over de week vlees hebben. En worst is daar de ideale manier voor, maar worst is een manier om vlees te bewaren. Dus niet gelijk op het vuur gooien, zeg jij, maar maak er worst van? Ja, dus bewaar de darmpjes, bewaar het maagje, bewaar de blaas, want daar kan je allemaal worst in stoppen. En bewaar de achterbuiten, want daar kan je hammen van maken. Welke dieren kunnen we allemaal gebruiken als we in een ramp beland zijn? Nou, ik maak worst van alles wat loopt, zwemt en vliegt. Maar vissen en vogels die hebben eigenlijk te kleine darmpjes om nog wat in te stoppen. Of je moet je injectiespuit bij je hebben. Dus ik zou zeggen, neem wat grote dieren. En een zombie? Een zombie? Nee joh, dat is vlees van goed bestorven is. Dan moet je steeds van snijden en die gewoon grillen gelijk. Dat is hartstikke lekker. That was soft rock cocaine enthusiasts Fleetwood Mac. And this was Alan Partridge. Love that noise. Alan, we've been taken over. So, Pat, no one's getting sacked. Just sack Pat. Just gave me 30 minutes to clear out my locker. Yeah, I've worked with Steve before, and I knew when I took the gig on that, I was there to help him get the movie made. Steve directs himself, pretty much. He will take suggestions and he will take advice, but if he doesn't like it, he dismisses it and he carries on anyway, And he'll also tell the other actors what he thinks. How far will you let him go with that? Because you also have to think about budget and then time and stuff like that. I do, but again, it's Steve Coogan, and it's very difficult for a producer to say to Steve, and Steve is a producer of the film as well, and it's very hard for any of us to say to him, Steve, leave it, it doesn't matter. Because he can see that it's not right, and it's his constant pursuit of perfection, with Partridge. There's a lot of peas there, but it is his constant search to make it as perfect as it can be. Ah!
is in thematische blokjes. Thematische blokjes. Dus je hebt een blokje. En wat kunnen we al verklappen? Nou, fascinatie voor de nazi. Fascinatie voor de nazi, voor de nazi zit er zeker bij. You will see your great victory, my Führer. That I promise you. Martel! Martel! Take him to the car. De natuur slaat terug. Ja, de natuur slaat terug. Heel verrassend blokje. Met allerlei dieren waarvan je niet zou verwachten dat ze toch een eigen film hebben gekregen. Mieren. Kippen. Kippen. Is er één dier, vraag ik je, dat aaibaarder is dan een konijn? Nou, er is ooit een horrorfilm gemaakt over met konijnen. Ik heb iets met vrouwen grote borsten. Met, maar werkelijk gigantische borsten. En Deadly Weapons, zoals de titel het al zegt, gaat over een vrouw. Borsten als dodelijke wapens, zo heette die in Nederland. Dus over een vrouw die letterlijk met haar borsten mannen vermoord. Smoort, verstikt tussen haar borsten. Het heeft een ongelooflijk begin jaren 70 sfeertje. Het wonderlijke aan Deadly Weapons heb ik altijd gevonden dat werkelijk alles aan de film lelijk is. De mensen die erin meespelen, wat ze aan hebben, het tapijt, de verdorde bloempot, de dassen, de echt werkelijk alles aan die film is zo stuitend lelijk. Another victim who paid for his crimes with the deadly weapons. In Rotterdam met name, nou, dat is elke keer een feest, omdat je helemaal in de mood zit, maar dan zit je in de mood, want je bent 10 dagen lang artfilms aan het kijken en dan heb je dus wel even trek in een vette hamburger, niet? Zo is het dus je hebt dan, je bent echt al 10 keer buiten gekomen bij een of andere Koreaanse film waarvan je broek valt af van verveling, maar je moet dan toch buiten komen en zeggen, nou, interessant. Interessant, ja. En die kadrages en zo. Dus dan wil je op het einde van zo'n festival alle remmen los. Even en een vette bek halen. Ja, vette bek halen. Two of yours and two of mine. I don't know how this ends. It went to Cannes, it did very well. Are you surprised by the success? We are still shocked that it premiered in Cannes at Director's Fortnight. You know, we didn't have lots of inroads. We didn't know, we didn't have a lot of connections there. So it was a huge surprise. We actually found out that we were in because we were annoying them about, you know, when they would notify, because we just didn't know if we could make the schedule. In the event we were in, we couldn't finish the film. And so we asked them 3 times, and they were like, you're in. Shut up. Yeah, you're in already. So we had to scramble to finish it, and luckily I had no time to think about, you know, the pending premiere. You know, I was just worried about technical things, uploading visual effects shots and all this into sound mix. And by the time we got to Cannes, I hadn't seen the movie all in one, with married picture and sound together. I'd seen the finished picture once and I'd heard the sound once, but never together. So you saw it with the audience? I saw it with the audience and it was probably the best experience of my life as a filmmaker. Gentlemen, a warm welcome to the Hevels Tiger Award ceremony. Han 소녀에 대한 영화이고요. 소녀가 스스로를 포기하지 않으려고 노력하는 이야기입니다. 그리고 성장담이고 또는 그 소녀를 둘러싸고 있는 저와 우리들에 대한 이야기라고 생각을 합니다. The winner of the Hevels Tiger Award is Hangong by Lee Soo-jin. 저는 단편을 꽤 적지 않게 찍었어요. 그러면서 제가 배운 거는 상이 가끔은 약이 되기도 하지만 독이 된다고도 생각을 해요.
독이 되지 않게끔 다음 작품을 열심히 준비하고 싶습니다. De brillen zijn af, zie ik. Ja. Deed het pijn aan de ogen? Nee, dat is heel fijn om te kijken. Nee, hij duurde ook echt helemaal niet lang. Nee. Ja, het was een hele bijzondere ervaring. Hoe was het? Lang, maar te doen. Ik heb het ook wel zwaar gehad. Want in het begin had ik zoiets van, oh, ik weet niet of ik het ga redden. Maar ja, dan kom je op een gegeven moment toch helemaal in. Ik vind het wel een ode aan de film. Dit. Je hebt me erin zien gaan, je ziet me eruit komen. En na 5 uur film, ik bruis. Ik denk dat ik gewoon even de benen ga strekken en even op me, ja, laat inwerken alles wat ik heb gezien vandaag. De stoeltjes zitten niet echt heel lekker in dit zaaltje. En niettemin, nou ja, een aanrader.